Zijn jullie mijn assistenten vandaag, hè? Tijdens het lesgeven. Hoi, superleuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Misschien zie je iets anders qua beeldkwaliteit of hoor je het qua geluid. Ik film dit met een andere camera, met een nieuwe camera. Een nieuwe tweedehands camera. Die we echt net hebben opgehaald. Ik heb hem via Marktplaats gekocht. En mijn camera is dus voor reparatie weg, wat ik laatst in de livestream vertelde. En ik moest hem 4 tot 6 weken gaan missen. En nu na 2 weken of zo ben ik het echt al helemaal zat. Dus ik heb via Marktplaats een andere camera kunnen kopen. En ik zit hier met Desiree. Hoi! En Desiree loopt stage bij mij. En we zijn net op stal. We hebben vandaag al 4 lessen gegeven. Ik deel even kort wat over de lessen. Omdat ik denk dat het misschien voor jullie inspirerend kan zijn. Of dat je er iets uit kan halen. Misschien nieuwe inzichten of zo. De eerste les was met een Lusitano. Een jong paard van 7 jaar. Een merrie. En ik ben echt heel erg onder de indruk van haar. Want ze heeft wel het Lusitano karakter. Dus ze is wel lekker gevoelig. En reageert heel goed op energetische hulpen. En op zit. En ja, op intentie. Dus dat is heel fijn. Ze dus met heel weinig hulpjes te rijden. Maar ze is wel gewoon een stuk braver en nuchterder en makkelijker dan Illustro. Dus niet dat hele extreem hete, gevoelige. Niet dat Illustro nou ook... Ja, jullie snappen wat ik bedoel. In de training is hij gewoon heel gevoelig. Zij is net wat makkelijker, vind ik. Dus ik heb vorige week op haar mogen rijden. Dat vond ik heel leuk. En ik heb al een keer eerder op haar gereden. Ik zal even wat beelden delen. En deze les hebben we het een beetje half-half gedaan. Dus de eigenares heeft eerst een half les grondwerk gedaan. En daarna heeft ze nog even gereden. Toen de tweede les was met een Fries. Een Fries van, ik dacht, 4 jaar. Dus ook nog jong. En die heeft vandaag haar allereerste appiëment gedaan. Dat was echt hartstikke leuk. Echt dat de klant echt zo zei van de klant. De leerlingklant. Ja, ik wil zeggen eigenaresse, maar ze is niet de eigenaresse van het paard. Ze traint het paard voor een ander. Anyway, de trainer, ja, zei van, was dit het al? Was dit al genoeg? Gewoon puur omdat het zo simpel en makkelijk voelde. En dat vond ik heel mooi, want dan zie je dus dat eigenlijk helemaal geen... We hoeven helemaal niet zo moeilijk te denken over dat soort oefeningen. Dat paard was al bevestigd, gewoon in de basis. En ze snapt al de travers en ze snapt gewoon... Alle basiscommunicatie die we hadden afgesproken. Zoals netjes volgen en niet door je heen beuken. En al een beetje het gewicht over 4 benen verdelen. En toen ze gewoon eigenlijk het paard een appiëment vroeg. Toen deed het paard gewoon. Dus dat is heel leuk. En vervolgens hadden we een les met een haflinger. En die reed zonder zadel en bitloos. En daar heb ik dan in geholpen qua het ontspannen van je eigen lijf. En het voelen van... De beweging van het paard. Want als wij leren de beweging echt te voelen. Dan pas kunnen we het gaan beïnvloeden. We moeten eigenlijk eerst voelen. Meebewegen in het paard. En vanuit daar kunnen we hulp gaan geven. En invloed gaan uitoefenen op het been. Dus het is bijvoorbeeld heel belangrijk dat je in je zit kan voelen. Wanneer welk achterbeen zich optilt en naar voren komt. En dat je verschil kan voelen in. Oh, nu gaat het been naar voren. Of nu gaat het been opzij. Of nu neemt hij een hele grote pas. Of nu neemt hij een korte pas. Want dat is heel belangrijk om te weten als je als trainer het paard wilt verbeteren. En de laatste les die ik vandaag had gegeven, niet de laatste, de vierde, is van Rodi, de Fjord, die jullie al een keertje eerder in een video voorbij hebben zien komen. En die is nu aan het revalideren. Ik heb haar de afgelopen maanden geen les kunnen geven en dat kwam omdat hij coliek heeft gehad. En ook daarvoor is geopereerd en... Een tijdje in de kliniek is geweest om weer aan te sterken. Dus dat is allemaal best wel heftig. En hij is nu dus eigenlijk weer aan het opbouwen. En daar ben ik haar in aan het begeleiden. En wat ik echt heel mooi vond aan haar vandaag. Is dat ze zo ontzettend zacht en rustig aan het rijden was. En het paard echt gewoon top liep. Gewoon echt, ja, hij is natuurlijk een beetje teruggevallen in spieren. Maar daardoor, hij is een beetje een slappe vaandoek. Maar daardoor is hij ook wel weer dat hij heel los is. En zij is nu heel voorzichtig met hem. En het was een heel mooi beeld. Dus ik vroeg zo aan haar van, goh, je doet eigenlijk zo weinig en je paard loopt zo goed. Hoe kan dat nou? En toen zei ze, ja, ik denk dat ik eigenlijk gewoon voorzichtiger ben. Omdat hij nu aan het herstellen is. Dus dat is een mooi inzicht. Gewoon van less is more. En dat was heel erg mooi, toch? Dat is wel toch mooi om te zien. Ja. We zijn nu net op stal. En ik ga snuitje en strootje doen. En daarna heb ik nog een paar lessen. En ik zal op van 1 les moet ik het paard rijden. Dus dat zullen jullie ook wel gaan zien in deze,
in deze vlog. Ik wilde jullie heel graag laten zien dat het nu heel goed gaat met strootje uit de wei halen. Maar hij biedt zich al aan bij het hek, dus... Ja, het is nou niet echt een hele kunst om hem nog uit de wei te krijgen. Maar het is echt al heel erg verbeterd de afgelopen maand. Ja, jongen. Nou, kom maar. Kom maar. Let op, hè. Zo. Netjes wachten. Even de billetjes ook doorheen. Kom maar. Goed zo, baby. Goed zo. Wat gaan we doen vandaag? Dan moet er altijd even een touwtje aan, hè? Ja. Dat hoort zo, paard aan de lijn. Hè? Hij schat. Hij lieve jongen. Kom maar. Zijn hals hangt een beetje laag, zie je? Ik denk dat hij een beetje lijkt of hij groter is versteld. Iemand heeft hem volgens mij groter gemaakt. Nou ja, dat fixen we straks op stal mee. Of ze hebben eraan getrokken. Zo. Ja, dat kan ook met spelen en zo, want ze zijn altijd zo wild, hè, met spelen. Nou, dit is echt ongevraagd hoor. Hij gaat dit gewoon zelf bedenken. Als ik gewoon niks doe nu, gaat hij gewoon zelf al een buiging doen en zo. Dan denk ik van, ja, ik wil aandacht en opdrachtjes doen en hij wil vooral die wortels in mijn zak verdienen. Dus hij denkt, wat moet ik doen om... En een keertje, dat hebben we dus niet op volgen, we hebben wel een foto. Toen stond ik met Desiree te praten. En toen was hij ook zo aandacht aan het trekken. En toen ging hij dus in de spagaat. En in de spagaat ging hij schrapen met dat been, wat hij net ook deed. En toen gaf ik de buiging hulp. En toen kregen we een compliment. En hij heeft wel vaak het compliment gedaan, maar dan moest ik altijd zijn beentje vastpakken. En deze was echt helemaal eigenlijk uit eigen beweging. Dus dat vond ik echt heel erg leuk. Alleen daarna is het ook nooit meer gelukt. Het was een beetje, ja, ik denk gewoon ook een beetje goed geluk en samenloop van omstandigheden. En ik train dus eigenlijk nooit vrij dressuur met hem. Soms doe ik het wel eens even na een grondwerktraining of zo, of tussendoor. Omdat het hem heel erg gemotiveerd houdt. Maar het zijn natuurlijk wel korte trucjes voor veel beloning. Dus dat vindt hij natuurlijk prachtig. En hij moet ook wel leren dat het ook serieus werk is. Maar wat ik gewoon doe is dat ik eigenlijk mijn serieuze werk ook gewoon zo leuk en simpel houd en zorg dat hij gemotiveerd is. Dus focus, dus voor het focussen en stilstaan. Wauw, krijg je ook gewoon een beloning. Ja, en dan hoef je niet altijd trucjes te doen. Nee. Zo. Dus dat is ook het normale, of hetgene wat wij normaal vinden. Dus dat een paard gewoon, weet ik veel, gewoon normaal stapt of normaal stilstaat of... normaal wacht. Wij zijn heel vaak dat we denken van, oh, dat is normaal, dat hoort erbij, dat is vanzelfsprekend. Maar dat zijn eigenlijk dingen die je ook gewoon kan trainen. En dus niet alleen maar de beloning als ze trucs doen. Oké, nou gaan we even net stilstaan. Focus. Stretch. En zitten. Iets naar voren. Nee, ontspannen. Iets zitten. Dan ga ik een beetje intunen met hem nou, want ik voel dat hij nog steeds heel erg op scherp staat om ieder moment iets te doen. We gaan even nou niet in de spagaat. Recht staan. En nu ga ik even niet tegen jullie praten. Ik ga even niet tegen de camera praten. Ik moet even gewoon heel erg in mijn eigen gevoel komen. En dan ga ik even proberen in te tunen bij hem en dan ga ik even kijken of ik zijn gewicht kan shiften. En dat hij echt totaal zijn rug ook loslaat en ontspant. Dat ik echt door kan komen met de hulpjes. En dan ga ik het uiteraard natuurlijk niet uit mijn hand. Maar probeer ik zoveel mogelijk vanuit mijn energetische hulp te halen. Stretch. Ontspant. Wachten. Zitten. Ontspan. Ontspan. Stretch. Ontspan. Dat is goed. Een stapje terug.
even nou stilstaan. Stretch. Stretch. Goed zo. Braaf. Focus. Focus. Oh, niks doen. Niks. Ook als de zweep verandert, hoef je niks. Zitten. Open. Ontspannen. Hij doet jou niks, die zweep. Zitten. Bijna. Je bent er bijna. Nee, even focus. Haal je concentratie. En dit is natuurlijk wel een beetje een yoga oefening. Die ook echt een diepe ontspanning en een volle concentratie van het paard vraagt. En soms laten paarden zich niet helemaal zien of ontspannen ze zich niet helemaal. Dat kan komen door afleiding of doordat paarden wat introverter zijn. Of dat je zelf niet helemaal ontspannen bent. Dus dat is dan heel moeilijk. Dan is het gewoon makkelijker verdiend als ze even snel een vrijstaande trucje doen en dan een snoepje krijgen. Dus ik ga het niet opgeven, want ik weet hoe het voelt en ik weet dat hij het kan. Dus ik ga even toch kijken of ik dat gevoel kan vinden. Dat ik echt even helemaal intune met hem. Stap weer terug. Ontspannen. Dus heel goed, joh. Stilstaan. Stretch. Even terug met dat been. Zo. Even terug met dat been. Ja. Goed zo. Ontspannen. Zitten. Ontspannen. Nee. Zitten. Bijna. Ontspannen. Zit. Bijna. Zit. Denk maar naar voren. En de paardjes krijgen brokjes op stal, hè? Dat is ook jammer. Zit. Ontspannen. Zit. Nou was het echt heel minimaal. En hij stond ook echt niet ideaal met zijn benen. Maar er was toch even een ingang. En je ziet dat hij eigenlijk gelijk al loslaat. En er ook weer gelijk uit is. Zo van wow. Hè? Dat is diepgaand, hè jongen. Iets wat ik vaak tegen mezelf moet zeggen is dat ik echt bezig moet blijven met hem trainen. En me goed bij hem moet aansluiten. En dat ik dan niet te veel in mijn hoofd met het plaatje of met het beeld op de camera bezig ben. Dus ik ga weer eventjes op Illustro focussen. Stretch. Ontspannen. Je bent heel knap. Ga zitten. Denk naar voren. En zitten. En dan één keer groter. Denk naar voren. En zitten. Ja! Wauw! Wat een knapperd. Wat een knapperd. En nou was hij nog niet gymnastisch gezien zo correct als ik hem graag zou willen. Maar ik had weer even die... Even lekker zo flow. En dan kost het echt nergens druk. Dan denk ik alleen zo en zo. En dan volgt hij mij. Dus dat is heel... Daar word ik heel gelukkig van. Maakt niet uit in wat voor oefening het is. Of dat ik er nou op zit. Of aan het longeren ben. Of aan het grondwerken. Dat je soms heel even voelt dat je zo connected bent. Dat is zo lekker. Schouder weg. Goed. Span. Schouder weg. Goed zo. Nee. Goed zo, braaf. Dus hij krijgt de beloning omdat hij gewoon even rustig stil stond. En vaak een schraap met het voorbeen kan een vorm van frustratie zijn. Een beetje bewegingsdrang. Of van, wat moet ik nou doen of zo. Dus bij hem, hij is gewoon ook heel getig en hij wil ook heel graag dingen doen. Dus al die kleine rustige dingetjes, dat is niet altijd leuk. Dan moet ik een beetje doorheen prikken en een beetje omheen werken. En dan juist belonen wat ik wel goed aan hem vind. Dus ik ga daar zeg maar niet mijn paard voor in elkaar slaan of zo. Dat is even wat ik wil zeggen. Dat je dan niet je paard moet slaan. Want dan durft hij straks helemaal geen initiatief meer te nemen. Wauw! Jongen, dat is mijn nieuwe zweep. Alsjeblieft. Heeft hij ook weer net even zo bedacht. Comediant weet ik. Nou, terug. We gaan eerst even aan jouw lijf werken, dan mag je daarna trucjes laten zien, ja? Opzij. Ja.
Ontspan. Wachten. Niet zo trillen, jongen. Oh, niet zo trillen. Ontspan. Oh. Oh. Oh, ik laat hem even los, hoor, want hij is echt... Je mag wel doorfilmen. Okay. Maar hij stond echt helemaal op zijn benen te shaken. En hij probeerde echt helemaal te gapen ook. Hij bouwt heel veel spanning op, merk ik. Omdat hij echt... Hij wil iets doen. Het is net alsof hij in de startblokken staat. En dan staat hij helemaal zo te shaken. Ik ben benieuwd of het straks terug te zien is op camera. Het is eigenlijk wel leuk dat jullie nu dit ook een keertje zien van hem. En dit is wat ik bedoel met dat extreme, sensibele ding van Stro. Dat is dus niet dat hij dan wild is of gemeen of weet ik veel wat. Je ziet gewoon dat hij heel veel wil doen en ook heel veel kan. Hij is heel ontzettend behendig in zijn lijf. Dus dat is heel moeilijk om te stroomlijnen. Of ja, moeilijk. Je moet daar heel gedoseerd en precies en zuiver mee leren werken. Zonder dat je hem het ontneemt om initiatief te nemen en om zichzelf te kunnen zijn. En ook weer de balans zoeken tussen wel voldoende uitdaging in de training, maar ook zeker wel weer voldoende rust. Een beetje de simpele oefeningen, zoals nu gewoon een volte stappen en verder niks. Dat is dan heel moeilijk voor hem. Zie, hij wil al draven en hij zit zich op te spannen. Ja. Ontspan. Braaf! En dat was eigenlijk heel mooi wat je net deed. Ontspan. Je bent geen hengst. Kom, je bent stroom. Ja, jongen. Ontspan. Zitten. Open. Je was heel goed bezig. Je zitten. Laat jezelf los. Openen. Zit. Open. En zitten. Echt zitten nou. Heel goed zitten. Goed. Ja. Die was fijn. Die was knap van jou. Zie je, zo kan het ook. Nog een keer. Dan heb ik de teugels wel eens helemaal los. Zit. Zitten. Laatste keer. Leg de schouder binnenboord. Heel goed. Hij staat heel graag met zijn linker voorbeen onderstandig. En met rechts altijd naar voren. Dus hij vindt het heel lastig om zo open te staan. Ja, dat zag je wel net ook. Om echt nou zijn binnenheup te bereiken en dus niet zijn buitenschouder. Ja, goed. In de binnenheup zitten. En dan goed zo. Zitten in de binnenheup. Ja, ja, ja. Goed, man. Wat knap. Helemaal zelf gedaan, hè? Dat je helemaal zelf gedaan. Ik heb hem niet geholpen. Goed hoor. Goed hoor, baby. Ja? Ja. Ik heb niet een hele lekkere training achter de rug qua gevoel. En als ik er nou zo over nadenk, want
Meestal doe ik voor of na de training of voor en na de training. Doe ik even met de gua sha of even met mijn handen een beetje masseren en zo. En dan vind ik het altijd heel fijn om even goed mijn paarden te voelen. Gewoon hoe het lijf is. Dan kan ik zelf ook soms een beetje analyseren wat er nou met de training goed ging en minder goed. En Illustro was heel zenuwachtig en druk en wilde echt alles doen. En daar kon hij niet zo makkelijk ontspanning in vinden. Maar ik ben zelf ook niet heel erg ontspannen. Ik heb gewoon niet zo'n lekker weekend achter de rug. En wat gedoe met het zadel. En ja, dus dat vind ik wel stressvol. Dus ik heb in mijn livestream laatst en op Instagram heb ik ook wat over gedeeld over hoe het met de zadel zit. Dus ik begrijp waarom Illustro ook wel zo reageerde op mij. We hebben nog wel heel fijn kunnen afsluiten saampjes, hè? Dat is wel fijn. Als ik Illustro zo meteen heb naverzorgd, dan ga ik nog even met snuitje trainen. En wat ik nog even wilde delen is dat ik in januari 2 lesdagen op de planning heb staan. Op 12 en 19 januari. Dat zijn echt een dag van ochtend tot in de namiddag. En dat zal helemaal in het teken staan van het grondwerk of het dressuurmatig trainen vanaf de grond. En je kan daar aan meedoen als theoriedeelnemer en als praktijkdeelnemer. Als je dus een praktijkdeelnemer bent, dan kom je ook met je eigen paard. En dan krijg je ook les van mij. En de theoriedeelnemers die hoeven niet met hun eigen paard te komen. Maar die kunnen dan wel meekijken bij de lessen die ik ga geven. We beginnen de dag met een theorieles waarin ik ga vertellen over waarom het werken vanaf de grond nou zo waardevol is. En welke natuurlijke scheefheden paarden kennen. Het is altijd heel belangrijk dat je toch wel een theoretische basis hebt voordat je iets in de praktijk gaat brengen. Ja. En ik zal op die dag 2 keer een demonstratie geven met deze meneer. Dus ik hoop dat hij dan wel even fijn op mij ingetuned is. En ik op hem natuurlijk. Dat is ook heel belangrijk. Ja, en er zullen dus een aantal praktijklessen plaatsvinden. En dan kunnen jullie ook met elkaar meekijken en van elkaar leren. En natuurlijk een uitgebreide lunch, hapje, drankje, alles erop en eraan. En het boekje van de theorieles mag je dan ook houden. Dus als je het interessant vindt, stel dat je bent al wel bezig met grondwerk, maar je wilt ook even wat verdieping of wat theoretische informatie daarover. Of je hebt nieuwe inspiratie nodig, dus door mij met Illustro te zien werken en de andere lessen te zien. Of je bent er echt nog helemaal niet mee begonnen, maar je staat er wel voor open. Dan ben je van harte welkom. Ik zal even hieronder in de beschrijving de link delen naar de agenda op mijn website. En naar de Facebookpagina's waar het evenement is aangekondigd. Er is een bushalte daar voor de locatie. Het zal zijn bij de Human & Horse Academy in Kootwijkerbroek. Dus het is ook met het openbaar vervoer te bereiken. Ik ben er echt niet bij vandaag. Goed, take two. Maar in de tijd dat ik Illustro kan naverzorgen, dan maakt deze hele snuitje vast klaar. Of soms dan doen we het andersom. Dus dat is wel lekker werken, want ik heb nu nog ongeveer een uur voordat mijn lessen weer beginnen. Hier, Snuitski. Hé, knappe meid. Hi. Ik hou van jou, dat weet je wel, hè? Nou. Snuitje ziet een paard aankomen. Daar is ze nu afgeleid. Maar, Snuitje is er klaar voor. Ik heb er al een beetje met de gua sha verwend. En ze stond net helemaal met haar hoofd laag. Ze ging helemaal smakken en helemaal. Echt zo'n diepe zucht kwam. Echt zo, weet je wel. Dus ja, goed. Nou, we gaan nu lekker aan de training beginnen. Nu komt er net een paard aan. Dus even zo van, wie is dat dan? Ja, Snuit. Nou, ik laat jullie zo meteen meekijken in de training. En ik ga even niet tegen de camera praten. Ik ga even gewoon echt met Snuit bezig. Ik heb het echt even nodig om lekker in het gevoel te komen vandaag. En ik wens jullie veel kijkplezier. To be stronger than forever, when it's you and me together. Cause I never lost my faith in you. Every time when I felt you would pull me through. Yes, I never lost my faith in you. Oh, I never lost my faith in you.
ben thuis en deze vlog is echt niet zo gelopen als ik had gehoopt. Want de geheugenkaart was vol. En toen dacht ik van, oh, we hebben vast te veel gefilmd. Kom ik er net achter dat er nog gewoon allemaal oude video's op die geheugenkaart stonden. En ja, ik had natuurlijk deze camera gewoon even snel opgehaald via Marktplaats. En hup, ik denk gelijk vloggen, kaartje erin. En gaan met die banaan. En... Maar goed, dat is niet het belangrijkste. Ik zit sowieso gewoon even niet zo lekker in mijn vel. Het is een beetje de teleurstellingen met mijn eigen stal. Dat ik echt bijna 100% zeker was dat het zou gaan lukken. En dat het nu even allemaal niet zo loopt zoals ik had gehoopt. En dat het misschien wel helemaal niet meer doorgaat. Ik weet het niet. En het gedoe met het zadel, daar baal ik gewoon enorm van. Wat gebeurde er vandaag? Dat Illustro eigenlijk helemaal niet zo fijn voelde. En ik dacht echt van, nou, wat een zenuwleier, weet je wel. Waarom doet hij altijd zo nerveus? En achteraf dacht ik, ja, hij pikte gewoon mijn spanning op. En met Snuitje ging het eigenlijk heel fijn. Want ik had haar even losgewerkt zonder dat de camera erbij was. En in die tijd was Desiree alvast even wat andere dingen aan het doen voor mij op stal. Dus ik was eigenlijk even helemaal in mijn eigen flow, eigen moment met Snuitje aan het loswerken. En ze voelde echt super. We waren echt even weer samen versmolten. Dat is soms een moment dat er gewoon even helemaal geen regels zijn. In de zin van regels van, oh, je moet op die positie lopen en je hand daar houden en deze hulp geven en dit en dat. Nee, er was gewoon even niks. En er was ook gewoon stilte. En het was echt fijn. Alsof ik een soort van stil gesprek met Snuitje had. En zij wist wat ik bedoelde en het ging gewoon. En toen... toen we dat nog even wilden gaan filmen, toen was de geheugenkaart dus vol. En toen dacht ik, oh shit, nu heb ik dus ongeveer 2-3 minuten en dan wil ik even snel en de galop en dit en dat en zo en zo. En ja, toen ging het helemaal gewoon niet meer lekker en toen baalde ik zo erg van mezelf. Want op een gegeven moment toen wilde ik Snuitje corrigeren, omdat ze ging eigenlijk uit balans. Want we gingen de galop oefenen waarbij ik in de buitenpositie loop en dan... Als het dus in de linker galop is, dus ik loop aan haar rechter buitenzijde, dan, ja, kan je me nog volgen? Dan valt ze wel eens door die rechter schouder de volte uit en dan loop ik daar dus. En dat is ook wel een stukje balans, want ze is dan met het linker achterbeen wat stuwender. En ze vindt het heel moeilijk om echt goed die schof te liften en om echt, als het ware, echt zo op de achterhand te gaan dragen. Om goed te verzamelen ook, om omhoog aan te springen. En aan de hand galop is natuurlijk al een stuk verzamelder dan... Als je erop zit, kan je veel meer naar voren rijden. Nou goed, anyway, ik kan het nu achteraf allemaal analyseren. Van, oh, dat vond ze moeilijk. En daarom viel ze door die schouder. En voelde ik dat ik een beetje aan de kant gebeukt werd. En ik wil gewoon geen kracht op mijn teugels voelen. Dus op het moment dat Snuitje daar een beetje in duwerig en hangerig werd. Toen, ja, weet je wel, gaf ik een keer een ophouding van, goh, blijf daar eens even af. En ja, toen corrigeerde het in mijn ogen niet snel genoeg. En toen... ging ik echt zo tegen haar zeggen van, nou, rot nou eens op met die schouder. En toen heb ik met het zweepje zo'n tik op de schouder gegeven. En toen gelijk daarna, deze zit echt supergoed ook. En ja, ik wil helemaal niet zo zijn. Ik voel me daar helemaal niet goed over. Ik voel me helemaal, ben helemaal niet trots op mezelf als ik dat doe. En de correctie was, die mocht er zijn. Alleen ik vond dat de correctie die ik gaf echt geladen was met emotie en ja, het is heel lastig met paardenwerken. Is soms ook gewoon emotie. Maar die minder fijne emoties, zoals frustratie en gewoon stress. En dat je geduld niet kan bewaren. En dat vind ik gewoon niet fijn. En dan, echt waar. Als ik dan nu alleen had geweest, had ik waarschijnlijk gewoon even in de stal gaan zitten janken of zo. En ik heb daarna nog wel heel fijn op een paard van een lesklant gereden. En die heeft volgens mij wat met haar telefoon gefilmd. Dus als ik die beelden heb gekregen, dan plaats ik die nu hier in beeld. En anders dan houden jullie te goed. Ooit voor een andere vlog misschien. Heel bijzonder paard met ook echt een rugzakje. Waar we al ruim een jaar echt heel hard aan de weg hebben getimmerd. Eerst met grondwerk, opstijgtraining, ontspanning. En eigenlijk heel knap dat ze zich nu eigenlijk toch al zo redelijk goed ontspannen laat rijden. Het is een springpaard, heel goed springpaard. Maar wel eentje die gewoon alleen maar go, go, go. En niet heeft geleerd om zich los te laten en te ontspannen. Een extreem sensibel paard. Als je erop zit de eerste paar minuten, dan voel je gewoon dat het echt elektriciteit is waar je op zit. Maar dat ging eigenlijk heel fijn. Ik heb gewoon even spontaan haar eerste... Ik
Dus we hadden vorige les, toen de eigenaresse er zelf op zat, dachten we, nou, goh, laten we eens een keer een appiëntje proberen. Ze heeft alles zelf aangeleerd nu qua zijgangen. Dus het travers, Gouden Pinnenwaard zat erop. Ik dacht, nou, doe maar gewoon een keer. En hoep, daar was die een paar passen. En ik dacht nu ook van, goh, laat ik het ook eens proberen. En toen had ik hem. En ik denk, nou, als ik gewoon het paard in dit frame gewoon een klein half voltetje laat stappen, dan wordt het een stappirouette. En dat ging. Dus dat is echt heel leuk. Natuurlijk nog geen perfectie, maar echt de intentie was er. Ze snapten het. Dus dat geeft me dan wel weer positieve energie. Ik ben thuisgekomen, gedoucht en ik ben er nu gewoon even klaar mee. Gewoon voor de rest van de dag. Ja, dankjewel voor het kijken naar deze vlog. En hopelijk tot even mijn volgende video's. En als je het leuk vond, ondanks dit, deze chaotische vlog, doe dan alsjeblieft toch nog een duimpje omhoog. En ik hoop dat de volgende vlog wat geordender is. En ik heb heel veel dingen die ik aan jullie wil laten zien. Ik ben met snuitje neckrope aan het trainen, noem het allemaal op. Dus ik hoop het in een van de volgende vlogs te kunnen delen. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!